Nou, allereerst zitten wij sinds 2 jaar een prachtig plein aan de voorkant, het Koningsplein. En als we naar de achterkant keken, dan was dat gewoon niet mooi. Het was heel erg rommelig, het was een donkere betonbak en allemaal verschillende schermen, terrassen, allerlei verschillende gevelaanduidingen. En het was niet heel erg mooi. Dus vandaar dat we gezegd hebben van, goh, gemeente, kunnen we daar wat aan doen? En de gemeente vond het eigenlijk wel heel leuk, maar die zei, we hebben het in het verleden wel eens geprobeerd, maar we kregen de ondernemers niet op één lijn. En dan is het voor ons eigenlijk ook zonde dat we daar geld in stoppen, want dan blijft het een rommeltje. Dus die handschoen hebben we opgepakt. We gaan vanuit, we hopen natuurlijk dat het wat drukker wordt, ook in verband met de toekomst wat er hier gaat spelen, in verband ook met de bioscoop die er komt. We gaan vanuit dat het in ieder geval stukken beter wordt dan wat we gehad hebben. We hebben vervolgens met de ondernemers samengezeten en gevraagd of zij daar ook wel verandering in wilden. Dat wilden ze erg graag. Deze ondernemers hebben ook heel veel last gehad van de verbouwing in de afgelopen periode. Het ziekenhuis is nieuw gebouwd, casino is nieuw gebouwd aan de overkant, Primark. En waar komt de naam vandaan? Van het postkantoor. Dat is het oude postkantoor. Misschien bij jullie nog niet bekend, maar vroeger was dat echt een postkantoor met heel veel activiteit. Het plein is ook bestraat in de vorm van een postzegeltje met een kartelrandje. En het heeft niets met onze firma te maken, Thoma Post. Ik heet toevallig zo en ik heb het initiatief genomen dit te doen. Maar dat is ook echt alles voor wat mij betreft. Het gaat om het postkantoor. De grootste financiers zijn gekomen door de gemeente Enschede. Daar wil ik graag natuurlijk hun daarvoor hartelijk bedanken. En door Post Thomassen, Makeledij. Natuurlijk ook dankzij hun is het ook zover gekomen. Ja. En natuurlijk de ondernemers hier op het pleintje. Ja? Dat is onder andere La Candela, Pizzeria La Candela, Fusion Walk en Chinese restaurant International.